Kom er maar bij. Maar uiteindelijk hebben we alle stemmen geteld. En jij had meer dan de helft van de stemmen. Dat heb je gewonnen, hè? En ben je dus verkozen tot de helft. En daar had de 10-jarige Sylvie niet op gerekend. Nou, dat is best wel spannend en ik wist eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. Want toen zag ik dit hier zo allemaal staan, toen dacht ik, ben ik nou actieheld geworden? De kersverse actieheld zamelde geld in voor de spierziekte SMA, waar Sylvie en haar broertje allebei zelf aan lijden. Toen ik de actiepagina na een paar maanden voor haar aanmaakte, heb ik het streefbedrag op 1000 euro gezet. En toen ik haar dat de volgende ochtend vertelde, was ze echt boos. Ze zei, mama, dat halen we toch nooit? 3 dagen stond er 1000 euro op. En inmiddels 15.000 euro. Ongelooflijk bedrag. Hadden we nooit aan gedacht dat dat zou kunnen gebeuren, inderdaad. Wat heb je allemaal gedaan om dat geld bij elkaar te krijgen? Nou, een heleboel, maar eigenlijk wel cupcakes verkocht en klusjes gedaan en van alles. Samen met de andere actievoerders haalde Sylvie in totaal 250.000 euro op. Dat geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de spierziekte. En dat is hard nodig. Ze heeft het daar vaak heel moeilijk mee. Nou, ik vind het niet leuk. Nou, ik kan bijvoorbeeld niet rennen en springen en ik kan maar een beetje lopen. En ja. Dus ik hoop echt dat de artsen met het geld wat we nu allemaal bij elkaar verdiend hebben, daar onderzoek mee kunnen doen en snel tot resultaten kunnen komen. Okay.